Ik ben met een nieuwe opinion van GTA 3. En ondertussen heb ik de missie gefaald de vorige keer. En ik wil even opnieuw die auto zoeken. Dus ik ben wat prutsen aan het kijken. Dat ben ik aan het lezen van. Hé? Wat doe ik nou fout? Ik weet dat ik nog één iemand moest killen. En die had mij een beetje verrast waar hij zat. En daardoor ben ik dus eigenlijk dood gegaan. Dus ik ga dus opnieuw die hele auto zoeken. Ik heb helaas geen safe game waar ik een auto opgeslagen heb. Dat had ik eigenlijk wel kunnen doen. Dat was wel makkelijker geweest. En dan opnieuw zo'n autootje zoeken. What? Is er nog wel eens een random hit in mijn benzinetank? Waarschijnlijk wel. Hier ben ik niet echt heel erg blij mee. Het is echt een van de meest verschrikkelijkste missies tot nu toe. Dus kon skip had ik echt met liefde gedaan. Dat schieten gewoon in deze game niet werkt. Even kijken. Is dat niet zo'n auto die ik zoek? Het probleem is, zodra één iemand begint te schieten, is het gewoon te laat. Precies weer zo'n auto die ik zoek. Of niet? Nee, dit is een Landstalker. What the fuck? Dat is niet handig. Doe een barrel roll. Oké, dan. Zo snel mogelijk van die politie af. En anders moet ik weer cheats gaan gebruiken. Tutut. What the fuck? Zit er al best vastgeklitst? NPC's, hè? De gekste dingen. Spiegelen graag. Dat is een beetje de superpowers te ontdekken van deze game. Er is een andere mooie auto die ik wel heel graag wil hebben. Ga jij maar eens heel snel weg. Oh, no police, please. Wat een shitty cam. Ik heb mooi dicht bij de deur neerzetten. Altijd makkelijk in en uit stappen, hoe ze verder lopen. Want hij is namelijk lui. Zo lui als maar kan. Dit alles met de auto. En daar houdt het dan al weer heel snel bij op. Wat betekent wel iets sneller gaat. En iets beter. Zijn die uitlaten nou 2D? Zo kijk. Hoe ziet het er allemaal uit? Small details. Move. Niet get off. Get you off. Move your feet. And mind your step. Dat is hem ook niet wat ik zoek. Is dit hem? Nope. Nee, ook niet. Op bokken. Don't schiet op mij. Hier hebben we er weer zo een. Zelfs twee. Thank you. Hij overrijdt gewoon iemand van zijn eigen gang. Nice. Plop. En we zijn weer bijna op plaats van bestemming. Alleen. Qua wapens. Heel erg op prijs gesteld worden. Zo. In ieder geval, ik heb nu iets vast waarmee ik pang kan doen. Om meteen mensen gaan overrijden. Het eerste wat ik nou moet gaan doen. Nou, gewoon hier gaan staan. En dan running. Tot aan hier. Dan een snipertje erbij pakken.
Boom, headshot. Oh god. Verneuk het weer. Ik moet even wegrennen. Ik heb een cat aan het gillen in één keer, random. Misschien hebben we tegenwoordig even een glas je auto ook al ontploffen. Nou, die bloed ook wel dood. Echt geen zorgen over. Die doet het niet meer. Zijn centrale computertje is uitgevallen. Bij hem net zo. Want zometeen zit er nog eentje hier binnen. Klik nog steeds mezelf. Schijnbaar dus wel. Dit is dan weer heel jammer. Gewoon echt mezelf kill. En redo. Ik moet echt voor zorgen dat ik iets meer health krijg. Of iets van body armor. Dat nog over kan houden. Dat zou denk ik wel eens gaan moeten lukken. En dan wil ik jouw auto nu hebben. Je hebt precies de auto die ik zoek. En wat ik nu ga doen is meteen opslaan. De game. Nee, daar gaan we dus niet opnemen. Ik moet eerst deze auto hebben. Gewoon elke keer vanaf nu nog een load game kan doen bij deze auto. Direct naar de missie toe kan rijden. En that's it. Uitstappen. Dit paar wapens heb. Kijk. En nou is gewoon 7. Yes. Oké. Okay. Loningsschermpje en gaan met die banaan. Ik ga gewoon escape en dan start game en load the game. Ja. Dan gaan we dan op naar de missie. Jullie liepen een klein beetje in de weg. Sorry. Maar ook hier kan ik niet heel veel aan veranderen. Oké, we zijn er weer bijna. Dus ik heb deze game echt kosten als mijn broekzak. In het begin wel heel wat meer moeite mee had. We hebben onze grote hamburger weer. De oversized Big Mac. Dan langs de politie op. Niemand die er boeit. Zoals de politie niet. Nou, de auto despawn moet gewoon heel, alles weer opnieuw loaden. Dus op zich dus niet te hopen dat het gaat gebeuren. Maar ik denk het niet. Liberator. Kijk, hij staat er nog. Mwah. Oké, nou gaan we dus naar... gaan we dus iemand redden. Dit keer dus wel echt redden. Niet fake. Ik had dus ook al staan cheat opzoeken voor health. Oké, daar gaan we dan. Nieuw tabblad. Ik wil gewoon Google Assistant voor gebruiken, maar... En dat gaan we niet doen. We gaan gewoon moeilijk doen. GTA 3 Health Cheat PC. Oké, ik vind hier een geüpdate pijn met alle cheats. Nou, laten we eens kijken wat we kunnen vinden. Flying cars? Nee, dat is het niet handig. Give all weapons? Nee. Maximum armor? Dat is op zich wel handig. Nee. Door
those. Ja. Gezondheid. Kijk. Ik moet het gewoon even snel zo. Want ik heb een god niet waar die emanation zit. Er is nog enigszins kans van winnen. Keep out. Zo langzaamaan door dat ik dus een infiltrator ben. Ja, schiet maar. Gaat toch niet heel veel veranderen. Ik ga die toch weer afmaken. Die moet ik hebben. Nou, jouw computertje doet het ook niet meer. Jouw computertje ook niet meer. Jouw computertje is ook kapot. Is ook gecrashed. Ik heb RAM verversen. Dat laat de auto beam doen. Vrij bijzondere keuze. En als het niet dramatisch genoeg was, het begint te regenen. Hey, opa is er niet. Waar is opa? Waar is opa? Ik moet hem hebben. Hoppa, gezondheid. Kijk, het is een volledige helft. Oké, met de old gentleman. Met andere woorden, opa. Ja, stap je in. Good job. Hoppa, daar gaan we dan. Ik moet nog boze mensjes achter ons aankrijgen. Ik denk dat we bijna van wel. Maar ja, dat kun je nooit in zekerheid zeggen in GTA Games. Ik vind GTA 5 wel een stukken beter spelen eigenlijk, qua physics. Maar ja, ik moet niet zeuren, want deze game is ook best wel vrij oud. God. Even. Geef maar de kaas. Oké, dan gaan we dus hier links en dan gaan we meteen weer rechts. Oké, dat is gewoon het einde van de straat. Want hier hebben we die hamburger weer. Die NPC dan. Dat is geen iets mis volgens mij. Hop, hop. Aan het demonstreren, volgens mij met zijn boodschappentasjes. And he's there. Boys, we did it! Ik ga heel snel die game gewoon saven. Die $40.000 is het gewoon niet waard. Minimaal 6 miljoen. Voor hoeveel mensen ik omgelegd heb. Maar in ieder geval, hierbij hebben we genoeg mensen omgelegd voor vandaag. En ik ga hier weer eens de abonnement afsluiten. Dus laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.